gaat goed. Welcome to our little road trip. Nou, we hebben pech. Oké, ik zat dus te denken dat het niet zo leuk zou zijn. Eigenlijk, onze mislukte missie... Oh, hij is opa! Oh my god, dat is zo erg. Goedemorgen, het is zondag. Moet ik toch wel even vandaag? Voor de tweede keer dezelfde gehaald. Ja, wat goed. Ga voor een bijtje voor Sarah maken. Ik heb een stempel gekregen ergens. Oh, wat leuk. Ik kom zo kijken. Maar... alles verzamelen. Ik ben hier een bijtje aan het maken, mop. Ik heb stickers. Oh, dat is leuk. Ze zit helemaal in die wie en de spellen bij die oom. Ja, ik moest die in de wiepel zetten. Gaat goed. Lepel. Ze houdt nog steeds een beetje lepels met ontbijt. Lekker pakje. Kruisli met yoghurt. Goedemorgen, kleine gamer. Ik heb je ontbijtje. Zet hem even. Sorry. Wel, als je weer dit stukje af hebt, gelijk je ontbijtje gaan eten. Oeh, er ligt iets beneden. Dat wil je wel hebben. Pak hem. Ja, dat was een goede. En dan kun je die buis in. Nee. Ja. Nee. En dan kom je ook boven. Nee, ik heb er even hier iets aan gedaan. Maar aangekleed, top, gestoes, broek, levi's, schoenen weet ik nog niet. Want ik ga zo eerst even echt wat eten. En Sarah in de kleren krijgen, dat is ook best wel een uitdaging nu. En we gaan zo ook nog de deur uit. Ik lekker naar buiten. Dus dat moet ook nog voor die tijd gaan lukken. Dus ik kijk zo wel als zij zich gaat aankleden. Ik weet ook niet hoe snel we zijn vandaag. Een hele goede morgen. Vandaag is het zondag. En zoals je ziet loop ik nu naar mijn kamer. Vannacht lekker bij mijn nog en mama geslapen. Dat was heerlijk en fijn. En... nu wilde ik me gaan aankleden. Het zijn voor vandaag deze hakken geworden van Lola Cruz. Die heb ik al een tijdje niet meer aangehad, maar deze vind ik altijd wel heel leuk. En mijn coachtas. Welcome to our little road trip. Ik zit met Sarah in de auto. Niet een little road trip. Ja, het is een little road trip. A little trip on the road. We gaan even ergens naartoe kijken of het er is, maar dat wordt nog spannend. Ik kon het namelijk nergens online vinden. De tulpenvelden. Ja. Maar waarom zeg je alleen dat je niet weet of het er is en dat je het ook weer komt vinden? Oh, eigenlijk, ja. Weet ik eigenlijk niet. Niet een specifieke reden. Maar online, de vorige jaren kon ik daar wel een veld vinden. Maar over dit jaar is er gewoon niks bekend. Niet dat het er niet is en niet dat het er wel is. Dus we gaan gewoon even kijken. Het is niet super ver. En dan zijn we er ook even uit. En anders kijken we gewoon of het en ik ga zo nog even spelen dan. En jij gaat daarna nog even spelen. Nou, we hebben pech. Alle tulpen zijn weg. Niet, alle tulpen staan moeten nog komen. Ja, ik zie helemaal niks, maar het zou hier moeten zijn. Dus ik rijd de weg nog iets verder af, maar jammer joh. Beetje jammer. Maar we staan te kijken of we een ander leuk plekje vinden om even te kunnen stoppen. Ik hoop dat jullie me horen, want het waait. Maar Sarah heeft dit plekje uitgekozen om te stoppen. Vind je het mooi hè, met schaapjes? Nee, ik vind het mooi met alle bloemetjes. Oh, en met alle bloemetjes in het gras. Ja. En die, wie weet hoe deze heten? Maar niet op en Sarah vraagt het me altijd. Weten deze bloemetjes. Oké, ik zat dus te denken dat het niet zo leuk zou zijn. Maar we zagen er net echt super kleine lammetjes. En er net ook al lammetjes. Ja, het leek wel alsof ze een weekje oud waren of zo. Deze waren echt heel klein nog. Ja, ik zou ze bijna kunnen tillen. Ja, denk het wel. Ja. Dus ze waren in ieder geval heel schattig en ook heel klein. Oh.
Ik ben weer thuis, ze is gelijk gaan buitenspelen. En eigenlijk, onze mislukte missie werd gewoon een succes. Daar komt het op neer. We gingen ergens voor, dat was er niet. Maar het was zo leuk en gezellig. En we zijn een paar plekjes gestopt en dingetjes gekeken en heel veel gezien vanuit de auto. Sarah zat er helemaal in, dus het was zo verschrikkelijk leuk. En nu is het tijd voor thee. Zoals jullie allemaal weten, drink ik heel graag heel veel thee. Maar dat was net even niet zo'n heel slim plan. Dus dat heb ik even maar niet gedaan verder. Maar nu kan het wel weer. Het is ook veel later eigenlijk dan verwacht. Want het is al bijna 3 uur. Dus we zijn echt, ja, van we gaan ongeveer een half uurtje weg. Zijn we toch wel iets langer weg geweest. Maar helemaal geslaagd. Dus helemaal leuk. Zo, en nu eindelijk tijd. Oh, trek in. Echt heel erg trek in. Tijd om te gaan koken. En zo, ik was ook zo. Oh, hij is open. Hij is open. De deur is open, want ik wist dat je thuis kwam. Ik wou net zeggen, Sarah kan ook maar thuis komen. Sarah komt dus thuis. Ik had hem al voor je. Maar ik moest mijn spullen bij elkaar verzamelen en toen viel dit. Je bent een minuut te laat. Oh, had je dat meegenomen? Wat ja, is dat was van Mila. Dit kon je met inkleuren. Oh. Mila heeft al wel wat gedaan, maar. Een kookschort. Ja. Wat leuk. Het was wel. Ja, ik vond het zelf ook wel. Zelf kleurkookschort. Ja. Nou, super schattig. Ja. Maar je was niet echt te laat hoor. Het valt wel mee. Ik was het wel. Je was 1 minuut. 2 minuten. Dus ik was nog niet mijn zorgen aan het maken hoor, mom. Het viel nog wel mee. Ja. Was het leuk? Ja. Ja, ben je lekker. Ik heb een tekening gemaakt, maar die heb ik aan Jorga gegeven. Oh, dat is toch lief? Ja. Ik kom niks tekort hoor. Ja, ik kom helemaal niks tekort. Nee, ik krijg zoveel tekeningen van jou. Ik zou er bijna een huis van kunnen bouwen. Oh. Ja. Maar je maakt er heel veel bij opa. Ja, ik heb er heel veel bij opa in de kelder, hè. Volgens mij is het ook een beetje een jurkje, mama. Kijk maar. Nou, het is niet alleen een jurkje, want dat zou wel een beetje bloot worden. Mama, kijk dan. Ja, zo dit lijkt. Het wordt echt bloot. Nou, wat leuk. Maar dat is wel een kookschort, als je hem gebruikt, blijft hij niet heel lang goed, hè? Dat snap je. Ja. Oké. Dat je dat maar goed weet, dan komt dat teleurstelling. Ja, dat is waar. Ik wil eigenlijk zo'n teleurstelling ervan. Oké, gelukkig maar. Nou, we gaan zo lekker eten. Lekker risotto. Ja. Wat eet je? Risotto. Oh, dat vind jij lekker, hè? Ja. Ja, dat dacht ik al. Mogen we op de bank eten? Je hebt de bank eten? Nou, ja, nou dat kan wel. Ik heb het niet af te kunnen sluiten. Nou, vind ik een goed idee. Gaan we zo doen. Mag jij zo de borden daar neerzetten en zo? Ik doe eerst even je jas nog op de kapstok hangen, want dat zou je bijna vergeten nu. Ik ben nu even het schort aan het opvragen. Ja, je hebt nog de tijd. Ik heb echt nog een tijdje zitten kletsen met Sarah, maar. Het wordt groter en de kaartjes zijn soms zo leuk dat ik echt denk, oh, je moet echt slapen nu. Oh, en deze week ben ik sowieso heel veel alleen. Ja, soms hoort dat erbij. Ik moet editen en ik heb geen zin. Oh. Ik ga het wel doen, want ik moet 2 en dan ben ik weer helemaal bij na gisteren. Maar eerst even thee. De schot was net al klaargezet voor morgen. Alleen alles wat er vers in moet, dat moet ik nog doen. Ja. Verder was wel echt een leuke dag vandaag. Ik ben blij dat we dat gedaan hebben. Ook al was het zwaar mislukt. Maar het was wel echt alsnog heel geslaagd. Oh my god, het is zo erg. Ik heb gewoon heel de avond met weet ik veel wie allemaal aan de telefoon gezeten. Dus ik heb nog mijn vlogs niet af. Ik heb er 1 af. Dus morgen gewoon weer 2. Oh, maar ik heb mijn computer uitgezet, want ik heb echt geen zin meer nu. Ah ja, shit happens. Ik heb net nog thee gedronken, want ik had er zo'n trek in. Maar ja, nou is het eigenlijk alweer later dan dat ik wilde. Ik ga weer gewoon te laat naar bed. Maar ja, that's me. I have to let it go. Dus ik ga zo echt heel snel mijn bed in. Dit nog even laten wassen.
en dan lekker slapen. Heel snel. Dus ik wil de vlog nog even snel afsluiten. En dan rennen naar boven. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen. Doei doei!